thema is zo gekozen dat je eigenlijk in vier maten van deze D naar deze D gaat. En de andere twee maten die daarna volgen, die geven de terugweg aan. Die terugweg is eigenlijk gewoon een toonladder, alleen ritmisch anders dan je zou verwachten, met syncopen, zoals we zeggen. Maar eigenlijk is het gewoon een toonladder. En dat wordt later door de tegenstemmen extra door Bach geaccentueerd. En van allerlei tegenlicht en schaduwen en extra spots voorzien. Waardoor het een ongehoord bouwwerk eigenlijk wordt. Maar het zit allemaal meteen al in het begin erin. Hij heeft het zeer duidelijk geconcipieerd. Bach gaat op deze, met dit stuk ook een beetje terug, volgens mij, naar zijn beginperiode waarin hij uitblonk in zijn fuga's door motoriek. Altijd energieke motoriek. En hier is hij zo'n beetje 30 geweest. Dus in Weimar heeft hij dit geschreven. En dat jeugdige, dat blijft altijd op deze manier bewaard. En wat hij ook gebruikt, dat is een heel bijzondere pedaaltriller die op een E. Dus het is eens E groot in D klein. Je denkt, hij is even een beetje aan het moduleren. En dan gaat hij een beetje heen en weer met achtstes. En ineens wordt het een triller van 1, 2, 3, 4, 5, 6 maten. En het blijft maar op die E hangen. En dat kan ik misschien nog eventjes extra voorspelen. Dat is een heel bijzonder moment. Dan wordt het weer een gewone fuga die verder gaat. Maar die triller is volkomen absurd eigenlijk. Dit is echt zo'n stuk in een, zeg maar, antieke stijl, stile antico, een oude stijl. Gebaseerd op vroegere muziek. En dan komt er ineens zo'n wilde jonge mannen triller. En dat is een beetje onverwacht en heel, heel bijzonder, want er zijn ook heel veel dissonanten. Dat gaat enorm ringen. En je voelt ook bij een historisch orgel, dat is heel goed hier te horen, dan de windvoorziening kan het bijna niet aan. Het is zo aan het trillen, dus het hele orgel begint te wankelen. Nog eventjes en het stort in, zal ik maar zeggen.